onze keuze is nu om deze vlag op zijn kop te laten hangen. Maar de vlag die wij straks hijsen morgen op 4 mei aan onze woning en bij het bedrijf zal op de normale manier zijn. We hebben het er wel naar aanleiding van een televisieprogramma gisteravond over gehad. Wat gaan we doen met de vlag? Wij zijn een bedrijf wat dienstverlenend is voor agrariërs, vooral voor boeren. En wij steunen ze met alles, want we zijn echt absoluut eens met hun eisen. Dus in dat opzicht willen wij de vlag laten hangen. Aan de andere kant hebben we heel veel respect voor alle mensen die door vrijheid dierbaren verloren zijn in de Tweede Wereldoorlog, maar ook nog in deze tijd. Dus wij kiezen voor beide kanten. Waar Renate dus twee versies van de Nederlandse vlag gaat voeren, zal bij Rob Knook alleen de onderste bovenversie te zien zijn. Ook op 4 en 5 mei. Hij hangt juist voor onze vrijheid. Als ik hem weg zou halen, dan zal juist minder respectvol zijn naar de doden toe. Ze zijn gestorven voor onze vrijheid. En onze vrijheid wordt nu aan alle kanten afgenomen. Als je echt een klein beetje verdiept wat er aan de hand is, dan zie je dat de wereld in brand staat. En ja, dat de mensen voor niks zijn gestorven, dat zou ik heel erg vinden. Er zijn mensen, bijvoorbeeld nabestaanden van mensen die zijn gestorven in de Tweede Wereldoorlog, die zeggen van nou, wij zijn gekwetst als we die vlag op zijn kop zien hangen. Wat zou je dan tegen deze mensen willen zeggen? Nou, ik ben trots op wat ze gedaan hebben en ik sta voor de mensen. En juist waarvoor ze gestorven zijn, daar sta ik voor. Daar hangt de vlag voor. Dus wat dat betreft verschilt u niet van elkaar? Nee, absoluut niet. Ik sta volledig achter veteranen en ik eer ze. En om 8 uur sta ik ook echt 2 minuten stil voor ze. Maar juist voor hun moet die vlag ook ophangen.